Maar ik heb een trommelblaadje weer, dames en heren. En die zijn lekker op elkaar geplakt. Want het is een beetje nat. Dan komen wij terecht bij rit nummer 9. De 9e finale en ook de 9-jarige. We hebben hier een finale stadhek in Schoonebeek te pakken. Met de volgende renners. Uitkomend voor CRT Raalte. Maurits van der Wal. Ja, voor Neverdal. Jawel, daar zijn we weer met Emiel Ravenshorst. Voor Nijkerk, de tweemansformatie met Salvador Meijers. En ook Mr. Luc Gerritsen. Ja, we hebben voor de Woepers uit Berlijken met Brabantsland met Quinten van Bodegraven. En finally voor Nederland, jawel, een van de topfavorieten, Timo Lauwersen. Heren, succes! White skate, white stride. BMX race, color track, final race. Hebben we hier de Schoonebeek te pakken. En dan gaan we hier de eerste bocht induiken. Met Nuland aan de leiding. Met de Woepers op plaats nummer 2. Side to side. Side to side met Gerritsen. Ingevecht met Timo Lauwersen. Dat wordt een leuke finale, dames en heren. En dan zijn we hard mee aan het peuteren. We halen het laatste uit de beentjes. Het laatste energy. Power komt uit de beentjes. En het is taking over. Taking over. Het is Borken die de leiding over heeft genomen. Met die tweede kopbocht. Het is dan Quinten van Bodegraven op weg ook naar het Provinciaal Drents Kampioenschap 2014. Lauwersen, kijk eens even aan. Maakt het verschil. En is er een final turn-up hier door de strijd van deze finishlijn.